Ons geloof wordt beproefd wanneer die verdrukkingen komen. Ons wordt getoetst of die geloofsaad in ons leven op die rechte akker gesaai was. Als ons geloof op een lekker ervaring gebaseerd was, dalk een tijdelijke opwelling, als ons geloof dat lieve Jezus al die einas in ons leven zou oplossen, dan zal die verdrukkingen, wanneer hulle kom, voor ons te veel wees. Dan wordt ons deel van die mensdom. Maar die Heere begin verwijt deur te sê, hoe kan God hierdie of daardie ding toelaat? Dat U voor ons op hierdie dag en hierdie tijd en hierdie jaar en hierdie wereld hierdie uur gegeet waar ons rondom U woord en die genade boodskap van onze Heere Jesus Christus bij elkaar kan komen. Ons is bewust daarvan, Hemelse Vader, en ons het so pas ook bely dat daar wolke donkerheid rondom U majesteit is. Dat U rykstroon gestig is op oordeel en gerig, en ons sien daar die oordeel en gerig in die wereld afspeel. Oorloë en gerigte van oorloë, opstande, mense wat mekaar nie meer kan verdra nie, volke wat teen mekaar opstaan, onverdraagsaamheid van godsdienste teenoor mekaar. En U in hierdie land, in hierdie tyd en op hierdie dag, waar daar ook soveel onweerswolke op die horizon is, U gee vir ons hierdie stille uur. U wys vir ons U vriendelike aangesig. En ons dankie daarvoor. Ons dankie daarvoor dat ons weer eens uit U woord uit in rus en in vrede geleer kan word, onderrig kan word, vertroos kan word, versterk kan word, vermaan kan word. En mag dit diep inslag vind by ons. Mag ons hierdie kostbare tyd wat U vir ons gegee het uitkoop, want die dae is boos. Ons bid Hemelse Vader vir vergifnis van ons eie sonde, want ons kan ook in hierdie dag, in hierdie tyd, soveel vingers wys na die wereld, soveel dinge verkeerd vind. Maar ons weet, dat ons elkeen maar stukke brandhout is, wat uit die vuur uitgeruk is. As dit nie vir U genade was nie, dan was ons daar die boemelaar onder die boom. En daarom vra ons Hemelse Vader, dat U ons sonde sal vergewe. En ons vra dat ons met blydskap hier vanaand sal vergader en dat ons met blydskap uit mekaar sal gaan. In die naam van onze Heere Jesus Christus. Amen. Ons gaan voort met ons prediking uit die brief van die apostel Paulus uit die Romeine. En ons is nog steeds bij Romeine 5, waar ons op soveel verschillende manieren verzekerd wordt dat ons niet uit die genade van God zal uitvallen. Vanaf vers 22 in die vierde hoofdstuk lees ons dat die gerechtigheid van God aan Abraham toegereken was. En dan staan daar: maar dit is niet alleen om sy ontwil geskrywe dat het om toegereken is nie, maar ook om ons ontwil aan wie dit toegereken sal word.
ons wat glo in hom, wat Jesus onze Here uit die dode opgewek het, wat oorgelewer is terwille van ons misdade en opgewek is terwille van ons regverdig maken. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede bij God door onze Here Jesus Christus, door wie ons ook door die geloof die toegang verkry het tot die genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlijkheid van God. En niet alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking leidsaamheid bewerk, en die leidsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie. Omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is door die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Want toen ons nog zwak was, het Christus op die rechte tijd voor die goddeloze gesterwe. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, voor een goede mens zal iemand misschien nog die moed hebben om te sterven. Maar God bewijst zijn liefde tot ons daarin, dat Christus voor ons gesterf het, toe ons nog zondaars was. Veel meer dan zal ons, nou dat ons gerechtvaardig is in zijn bloed, daarom gered wordt van die toren. Want als ons, terwijl ons nog vijanden was met God versoen is door die dood van zijn zoon, veel meer zal ons door zijn leven gered worden, nou dat ons versoen is. En niet alleen dit nie, maar ons roem ook in God, door onze Here Jesus Christus, door wie ons nou die versoening verkry het. Dit is die Here se woord en ons lees tot zover daaruit. In Romeine 5, die derde vers, skryf die apostel, ons roem ook in die verdrukkinge. En dan sê hy hoekom? Omdat ons weet dat die verdrukking leidsaamheid werk, en die leidsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie. Liefdes, ons het die afgelopen tyd in ons reis deur die brief van die Romeine, het ons die geleentheid gehad om ons in Godse genade te verlustig. Vers 1 staan daar van hoofdstuk 5, ons het vrede met God. Dankzij die Heere Jesus Christus leef ons niet meer in vrees voor die eeuwige oordeel. Door die Heere Jesus Christus het ons nou toegang tot de hemelse troon. Ons staan nou daar in ons jubel, vol van verwachting oor die heerlijkheid wat God aan ons gaan gee. Gods vriendelijke aangezicht straal vrolijkheid en licht, deur duisternis en smarte voor alle oprechte harte. Nou, het is toch zo dat ons kom dagelijks mensen tegen, betek hier kerkmense, wat als je hulle vra hoe dit gaan, dan antwoord hulle, ek mag niet klaar nie. Daardoor sê hulle, ek wil eindelijk klaar, maar ik mag niet. Wat een getuienis is dit? Hulle sien nie Godse vriendelijke aangezicht nie. Door duisternis en smarte skyn Godse vriendelijke aangezicht nie vir hulle nie. En door duisternis en smarte beteken nie maar net die vastbyt aanvaarding van duisternis en smarte nie. Nie maar net die verduren maar aanhou en die deurdruk door duisternis en smarte nie. Nie net die roem ten spijte van ons zwaar kry nie, maar ons verheug onszelf zelfs in ons verdrukkinge. Dis wat die apostel vanavond voor ons sê, ons roem in ons verdrukkinge. Nou die woord verdrukking is baie nabij aan die Engelse woord stress. Een woord wat Afrikaners ook baie lief is om te gebruik, misschien onnadenkend gebruik, want ons stress sommer makkelijk nie waar nie. Ons stress as ons die lisensiekantoor moet besoeken, ons het spanning as ons na die nuus luister, en as ons hoor skoonmaak om kuier, dan begin ons sommer by voorbaat te stress.
Nee, verdrukking het te doen met die ware zwaar kry in die lewe. Regte spanning, daar die kanker, daar die dood in die familie, daar die egskeiding, daar die afdanking. Maar dan ook binnen die context van die christelijke leven, ook daar die vervolging, daar die beproeving wat noodwendig volg als jij die ware God belei. Die dinge wat die Heere Jesus sy disciples beloof het, dat hulle sal oorkom as hulle hom sou volg. In die wereld sal julle verdrukking hê, maar julle sal in my vrede hê. Dis deur baie verdrukkinge dat ons die koninkryk van God sal binnegaan, so lees ons in Handelinge 14. Ten spyte daarvan, van dit wat ons uit charismatiese kringe hoor, gaan ons nie eendag die hemel ingedra word, op een verebed die hemel ingedra word nie. My geliefdes, hierop word ons getoets, ons geloof word beproef, wanneer die verdrukkinge kom. Dis alles goed en wel om in die toekomstige heerlijkheid te roem in the pie in the sky, soos baie neerhalend sê. Dis een ander ding om te roem in die verdrukkinge hier en nou. Hierin word ons getoets. Ons word getoets of die geloofsaad in ons leven op die rechte akker gesaai was. Of het op die grondpad geval het, of dalk het dit op rotsachtige plekke geval waar die grond geen diepte het nie, of dalk het dit tussen die verstikkende dorings geval. Hierin word ons getoets. As ons geloof op een lekker ervaring gebaseer was, dalk een tydelike opwelling, as ons glo dat liewe Jesus al die einas in ons leven sou oplos, dan sal die verdrukkinge, wanneer hulle kom, vir ons te veel wees. Net soos het nog altyd vir die mensdom te veel was. Dan word ons deel van die mensdom. Wat die Heere begin verwyd deur te sê, hoe kan God hierdie of daardie ding toelaat? Nee, die ware gelowige roem in die verdrukkinge. Hoe moet ons dit verstaan? Kom ons kyk wat die rest van die Bybel ons leer. In Matteus 5, maak onze Heere Jesus die volgende stelling. Hy verwys weer na daardie verdrukkinge wat kom as jy sy naam bely. Hy sê, salig is die wat ter wille van die gerechtigheid vervolg word. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle, wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad in julle spreek om my ontwil. En dan sê hy, verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele. En dit het inderdaad ook so gebeur, want ons lees in Handelinge 5, hoe die apostels in die tronk gegooi was, met die dood gedreig was, en hoe hulle met blydskap daar wegstap. Bly dat hulle waardig geag was om vir sy naam oneer te ly. Hulle roem in die verdrukkinge. Die apostel Paulus skryf self aan die Korintiërs en hy sê, ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende, ewige gewig van heerlikheid. Deur Jesus se eie broer, Jakobus, hy is volgens oorlewering, is hy vir sy geloof gestenig. Ook hy bemoedig die gelowiges in sy brief, om wanneer allerhande beproeving hulle sou oorval, dit as 'n louter vreugde te beskou. Wees bly as die beproeving oor julle kom. Broeders en susters, die apostels wil nie hiermee vir ons sê dat ek en u, dat ons smartvrate moet wees nie. U ken seker sulke mense. Die enigste ding waaroor hulle wil praat is, die hoofsaak wat op hulle brein is, is al die ellende wat hulle oorgekom het, al die verdrukkinge wat hulle en hulle geliefdes verduur. Smartvrate. Nee. Nee, wees bly dat die Heere met jou besig is.
Ach, dit louter vreugde, jy moet zelfs daarin roem dat die Here met jou bezig is. Dat hij die goede werk wat hij in jou begin het, dat hij ook bezig is om daar die werk te volëindig, so skryf hy in die eerste hoofstuk van zijn brief aan die Filippense. Godse goede werk in ons. En dit kan een doring in die vlees behels. Soos die eindste Paulus in sy tweede brief aan die Korintiërs getuig. Ons weet niet mooi waarna hy verwijst daar nie, het is waarschijnlijk een of ander kwaal, een doring in die vlees, waarover hy sy God driemaal gebid het, dat hy dit toch van sy apostel sal wegneem, maar die Here het nie. En dan lees ons in 2 Korintiërs 12 hier die merkwaardige woorde, hoe die Here vir hom gesê het, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. En daarna skryf Paulus verder en hy sê, baie liever sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. En daarom, en dit is een moeilike een hierdie, het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in noode, in vervolginge, in benauwdhede, om Christus ontwil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Ons roem nie alleen op die hoop, op die heerlijkheid van God, wat ons eendag ten volle sal aanvaar nie, maar ons roem ook nou in die verdrukkinge hier en nou. Die hemelse Vader, tuchtig die wat hy lief het. So lees ons in Hebreërs 12. Was jy nog nooit eindelijk van sy tuchtigende hand in jou leven bewus nie, dan is jy waarschijnlijk nie een van sy echte kinders nie. Want die Here tuchtig hom wat hy lief het. God weet, en tyd keer weet ek dit ook, dat daar nog baie onafgewerkte dele aan my is, ten spyte daarvan dat ek lang reeds sy kind is, hoekigede en kantigede, stekelrigede, grovigede, wat glad nie mooi vertoon nie, onafgewerkhede, dinge wat glad nie thuis hoort aan een van die kinders in die hemelse Vaderhuis nie. Daarom laat hy sy kinders swaar kry. Hy bring beproewinge en verdrukkinge oor hulle. Hy doen dit tot ons best wil, sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word. Nou, lyk elke tuchtiging, of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid, later lewer dit echter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Ons roem in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking leidsaamheid werk, en die leidsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop. Die werkwoord hier is werk. Die verdrukkinge werk. Iets anders word deur die verdrukking bewerk, iets anders kom uit die verdrukking voort, op die verdrukking volg daar iets anders. En dis dieselfde gedachte wat ons in 2 Korintiërs 4 tegengekom het. Ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons. Bewerk vir ons iets anders, iets beter. Die eerste ding wat verdrukking vir ons bewerk, in ons bewerk is, lydsaamheid. Daarie vermoë om te volhard. Volharding. Leidsaamheid beteken dat ons nie sommer met die geringste teestand soos 'n tweejarige kind al ons speelgoed uit die kot wil gooi nie. Leidsaamheid beteken dat ek bereid is om onreg te verduur, swaarkry te verduur. En leidsaamheid op sy beurt lei ons weer tot beproefdheid. Dit lei tot egtheid in ons geloof, tot geloofsvolwassenheid, tot betroubaarheid van karakter. Die Here louter ons, hy sit ons deur die vuur van sy smeltoond, want hy is nie tevrede met gouderts nie, hy wil echte goud hê. En dis ook wat die apostel Petrus vir ons sê, want Petrus skryf in sy eerste brief, dat beproewinge sal Godse kinders oorval, en dat hulle ook daarin moet verheug. Die beproewinge is daar, sê hy, sodat die beproefdheid van julle geloof,
Die beproefdheid van julle geloof, wat baie kostbaarder is als goud. Goud wat vergaan, maar die vuur gelouter wordt, dat ons bevind mag worden, gelouter tot lof en eer in die heerlijkheid van God en bij die openbaring van Jezus Christus. Julle geloof wordt getoets, soos goud met vuur getoets wordt en daardoor gesuiver wordt. Julle geloof is van God baie kostbaarder als goud. Goud het vergaan. Maar als die toetsen die echtheid van julle geloof uitwys, dan loopt het uit op die lof en die heerlijkheid en die eer op die dag wanneer die Heere Jezus aan die wereld geopenbaar zal worden. Beproefdheid is een bewijs van echtheid van geloof. Godse saaier het gekom, die saad van sy woord gesaai, die saad het nie op die pad geval nie. Dit het nie op die vlakgrond of op die rotse geval nie, nie tussen die verstikkende dorings van die sorge van ons dagelijkse levens nie, maar dit het op goeie grond geval. Soos die Heere Jezus in Lukas 8 vir ons leer. Die saad wat in die goeie grond val, is die wat nadat hulle gehoor het, die woord in een edele en in een goeie hart hou en met volharding vrug dra. En als je met volharding, dier al die teleurstelling, dier al die gebroken verhoudings rondom jou, dier die pijn van die doring in jou vlees, dier die vrees en die frustratie van die leef in hierdie land, dier die skok en die afgryse van een motorongeluk, als je nog steeds vrug dra, dan begin jij om die versekering te ervaar van die echtheid van jou geloof. En so word ons liefde vir die Heere beproef. Weet, soos daar die ou geloofstrijder van die Ou Testament Job, soos Job se liefde vir die Heere deur 'n toets gesit is. Ons weet dat het makkelijk is om ons liefde vir die Heere te belei as het goed gaat. Maar dis die beproefde wat soos Job kan sê, kyk, al wil die Heere my ombring, ek hoop op hom. God kan my maar tref, maar ek het geen ander hoop buiten hom nie. Ja, geliefdes, beproefdheid op sy beurt lei weer tot hoop. Is daar dieselfde hoop waarvan ons in vers 2 gelees het, die hoop op die heerlijkheid van God. Wanneer jou geloof dier die smeltoond is, wanneer jy dier verdrukkinge leidsaamheid geleer het, wanneer jy weet dat jy beproef was, dat jy inderdaad een ware gelovige is, dan is jy inderdaad een echte kind van God. Dan sal jy des te meer kan roem op die heerlijkheid van God, haar die ongelooflike hemelse heerlijkheid, wat een dag vir ons daar is. Die apostel Paulus het nou dier een volle cirkel gegaan. In vers 2 het hy hoop die eerste keer genoem. En nou is hy weer terug by hoop. Die Bybelse hoop. Dis daar die sekere hoop, die hoop wat nie beskaam nie. Gelukkig is die mens wat in beproeving volhard, so het Jakobus ook geskryf, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Heere beloof het aan die wat om lief het. Liefdes, God het nie net sy skepping gemaak en toelaat staan nie. En Christus het my nie net verlos en toelaat staan nie. En ek dank hom daarvoor, dat u my verdruk het, Heere. Het was enkel goed vir my, want daardoor het u my dieper in u waarheid ingelei. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en hemelse Vader, dit is net deur die genade van ons Heere Jesus Christus, die werking van die Heilige Gees, dat ons nie al murmurerend, al skreeuwend en al skoppend dier die moeilike tye in ons lewe gaan nie.
Ons dank je voor daardie genade en ons bid het voor elkeen wat hier is en ons sê dit niet makkelijk nie, Hemelse Vader, want ons weet hoe zwaar die kinders soms beproef word. Ons weet het. Maar ons kom met vrymoedigheid naar u toe en ons weet ook uit die woord uit dat u beloof dat u ons niet zal beproef bo ons vermoe nie. En nou dank ons u voor al die geleenthede waarop ons kan terugkijken, al die dae waarop ons kan terugkijken en sê, ons is deur die Here beproef en ons juig en ons is dankbaar daarover. En ons het blijdschap in ons harte dat ons beproef gevind is. Dat ons nog steeds glo en ons gaan nou eerst sterker voort in hierdie geloof wat u aan ons gegee het en wat ons belei. En ons bid ook, Hemelse Vader, daar waar ons somtijds die toets val, bid ons u dat u ons deur u genade sal aansien. Dat die liefde van Christus nog steeds bij ons sal bly. Dat ons daar sal opstaan en dat ons weer eens u naam sal loof. Soos ons nou in Psalm 42 ook gesing het. Ons bid het in die naam van onze Here Jesus Christus.